Ik begin de eerste sprong begin ik dan met een drievoudige salto voorover met een halve draai. En dan komt er een enkele salto. En als derde sprong doe ik een anderhalf schroef voorover. De 25-jarige Heiloze behaalde in de kwalificatiewedstrijden 3 van de 4 keer de gestelde limiet. Nu mag ze naar het WK in Bulgarije. Een toernooi dat veel indruk maakt. Ik ben 2 jaar geleden al een keer naar een WK geweest. En toen was het zo overweldigend voor mij dat ik... toen ging het niet helemaal goed. Maar dus nu weet ik hoe je met die spanning om moet gaan en hoe het is om op zo'n WK te staan. En dat is echt een geweldige ervaring. Je ziet alle goede springers van de wereld en dan kan je ook echt meten met de top. Dus zo'n ervaring, dat vergeet je echt nooit meer. Helaas voor Wiebering heeft ze geen perfecte voorbereiding kunnen doen. Al een jaar heeft ze last van een blessure. Dat heeft er wel wat gehinderd in de ontwikkeling de laatste tijd. En ondanks dat heeft ze het op haar routine voor elkaar gebokst om zich te plaatsen voor het WK. Ja, mijn pijn zit echt in mijn voet, onder mijn enkel, in mijn spronggewrichten. Ik denk als ik dan eenmaal gesprongen heb en het WK voorbij is, dat het dan wel meer pijn doet dan daarvoor. Het fluctueert nog wel een beetje, soms gaat het wat beter, soms gaat het wat minder. Maar je moet er rekening mee houden in je training. Je moet zeg maar de trainingsarbeid zo inrichten dat het op het moment dat de wedstrijd is, dat je daar niet of nauwelijks last van hebt. En dat zorgt soms wel dat je consequenties hebt in de training, dat je bijvoorbeeld even wat gas terug moet nemen. Terwijl je dat misschien juist in die periode niet zou willen, dan moet je toch verstandig zijn. Wiebering behoort tot de beste 2 springsters van Nederland. Maar op het aanstaande WK wordt het toch lastiger om een titel te halen. Een WK-finale individueel, dat zit er gewoon niet in. Dat niveau is te hoog. En waar ligt dat dan aan? Nou, je hebt eigenlijk bij trampolinespringen meerdere aspecten. Je hebt hoogte, moeilijkheid, netheid. Dat zijn de 3 dingen. En op alle 3 die punten. Dus niet 1 punt waarvan je zegt, nou, dat zou beter moeten. Dan heb je aansluiting met de wereldtop. Maar het is gewoon alle 3 die punten. Ja. Ik ga voor 2 goede oefeningen en dan ben ik meer dan tevreden. En welke plek het dan wordt, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Zolang ik maar 2 goede oefeningen heb gesprongen. En zodat mij met een goed gevoel terug naar huis kan. In 2020 zijn de Olympische Spelen en dat is het grote doel voor de Noord-Hollandse. In principe zou dat mogelijk moeten zijn. Maar het is wel een hele moeilijke, zware weg om daar te komen. Ik denk dat het kan. En zo gaan we er ook in. Alleen het is een traject van 2 jaar. Waarin je op World Cups constant heel hoog moet presteren of op een WK in de top 8 moet komen. En dat zijn niet zomaar dat is prestaties die niet zomaar worden neergezet. Dus het is een ontzettend uitdagende weg, laat ik het zo zeggen.